Nou, hoi allemaal. Ik zit dus nu in de auto met mijn moeder. Wil vast wel even mooi zeggen. Oh, okay, ik was aan het filmen en hij viel uit. Het is echt gewoon het perfecte voorbeeld van hoe mijn dag gaat. Maar ja, ik zit dus nu in de auto, want mijn lieve moeder die gaat mij nou de bus brengen. Het idee van deze video was dus om te laten zien hoe goed mijn jaar ging en hoe slecht mijn jaar ging. En hoe dat allemaal gewoon een soort reflectie net als Julian heeft gedaan. Maar toen kwam ik erachter dat mijn geheugenkaart niet in mijn camera zat. Dus toen kon ik niet filmen. Dus toen wilde ik met mijn telefoon gaan filmen. En toen zette ik mijn telefoon op een wijnrek. En toen viel het wijnrek om. En toen kon ik vervolgens een half uur gaan boenen om die wijn allemaal op te ruimen. En toen kon ik uiteindelijk toch nog iets filmen. Toen was ik net aan het filmen. Toen kwam er een man voor de hondenbelasting. We hebben niet eens een hond. En toen heb ik de bus gemist. Dus nu brengt mijn moeder me naar de bus toe. En dan hoop ik dat er niet zoveel meer fout gaat. Ik heb de bus gemist. Daar gaat hij. Oh. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Ah. Ja. Nou. Ja, nee, daar kom ik niet voorbij hier zo. Kijk, heel leuk. Dat is mijn bus. Dus die heb ik ook nog gemist. Dat is de tweede bus al die ik gemist heb achter elkaar. Maar we blijven lachen. Oké, okay. Dus hier is bijna een halte. En als er mensen staan, dan ga ik gewoon rennen voor mijn leven. En dan hopen dat ik hem haal. Oké, okay, stop hier maar. Love you. Doeg. Vond je het nou leuk, mijn verhaal over pech en zo, en heb je zelf ook altijd zoveel pech? Laat dan de leukste pechverhaal even hieronder achter. En hier kan je nog even mijn laatste video bekijken, die wel wat soepelder verliep gelukkig dan deze. Hier kan je nog even de laatste video van Sofian bekijken. Hier kan je klikken op abonneren en graag zie ik jullie om 4 uur weer terug. Volgende week maandag natuurlijk, dat zelfs dat gaat fout. Nou ja, tot volgende week. Doei.